Ja, vrienden. Als je een benzineauto rijdt hè, in Nederland, ja, dan word je gewoon 2 keer genaaid. Ja. Ja. En kijk, ik laat dit even zien. Niet om jullie te pesten, maar gewoon hoe het is hier in Spanje. Met de benzineprijs. Hier, zie je hem staan? 1,35,9. Zie je hem staan? Ja. 1,35,9. In Nederland is het geloof ik 2,09 of 2,10. Zoiets. Wat een verschil. Wat een enorm verschil. Ja, hoe kan dat nou? Ja, en alleen maar omdat de overheid, die legt er nog eens een keer, die legt er 78 cent. Kun je voor eens 9 of bijna 79 cent belasting op. Op de benzine. Ja. Hier, en dan komt er nog eens een keer btw overheen. En dan heb je die benzinemaatschappijen, want dat weten we nu, die zitten er ook nog eens een keer te vervelen. Ja, want wat doen die? Ja, als de prijs stijgt, dan weten ze niet hoe gauw ze hem moet laten stijgen. En als die zakt, dan rustig aan. Ja, en dat is dan gewoon een soort vorm van oplichting gewoon. Ja, we zitten gewoon de boer op te licht. Oh, het is toch. Ja! En dan die prijs zakken er rustig aan. Ja, hier, ik laat het je nog eentje zien. Hé, hey, 1,35,9. Jongens in Den Haag. Ja, doe daar nou eens wat aan. Waarom zo ongezellig en onvriendelijk en onfatsoenlijk ten opzichte van je eigen burgers om ze zo verschrikkelijk veel te laten betalen? Ja, ga daar nou eerst eens wat aan doen. Ook tijdens die formatie. En spreek dan ook die oliemaatschappijen toe. Ja, dat die ophouden met dat oplichten. Nou, en daarom zeg ik nog maar eens een keer. Hey Den Haag, gaan we nog wat doen vandaag? Hey, hey Den Haag. Minder praat.